Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom bij een nieuwe podcast van Ertsberg. Mijn gast vandaag is Kim Schoukes. Zij heeft het boek Superheld geschreven. En ik ga haar zelf laten vertellen bij wijze van verwelkoming waarover het boek gaat. Welkom, Kim. Hallo. Zal ik er ineens aan beginnen? Vlieg er maar in. Dus Superheld gaat over een puppy met een missie. De puppy heet Charlie en Charlie is een toekomstige hulphond die bij zijn gastgezin terechtkomt en die eigenlijk zelf vertelt wat het is om geboren te zijn met een missie en te trainen om een hulphond te worden later. En wat houdt dat dan in, een hulphond? Een hulphond is een assistentiehond die mensen met een motorische beperking of epilepsie of autisme helpt met de praktische zaken die moeilijker gaan. Dus dat kan gaan van zaken oprapen bijvoorbeeld voor mensen in een rolstoel, helpen uitkleden, lichten aan en uit doen, maar ook bijvoorbeeld aangeven als er een crisis aankomt bij epilepsie en kalmeren. Dus dat is nog wel iets anders dan een geleidehond? Dat is compleet een andere training. Een geleidehond is getraind om onder andere het verkeer te lezen en voor zijn baasje daar te stoppen en vooruit te laten gaan. Onder andere dat zijn meer de praktische zaken. Dat is meer echt dingen gaan oprapen, deuren open en dicht trekken. Ze blaffen ook om het alarm te geven. Dus dat is echt een volledig andere training. En zo'n hulphond die wordt dus getraind in een gezin? Ja, de pup van 8 weken wordt in een gastgezin, heet dat, geplaatst. Dat zijn gewone mensen. Die moeten niet per se ervaring hebben trouwens met honden. Want zij worden opgeleid door het Hachiko Centrum. En hij gaat daar 2 jaar ongeveer blijven, tot wanneer het dan tijd is om naar de eindopleiding te gaan en gekoppeld te worden aan iemand die hij gaat helpen. Wauw, 2 jaar dan toch? Ja. En jij hebt dat al een aantal keer gedaan, hè? Onze E.T. die nu bij ons is een pup van 7 maanden oud, is een zwarte labradorpup. Die is voor mij de 4e en voor Antoon, mijn partner, de 5e. Dat is al een pak ervaring dat je hebt opgedaan, want ja, je begint daar toch niet zomaar aan? Dat is ongeveer 10 à 12 jaar ervaring voor ons. En dat is interessant, want de opleiding verandert ook met de tijden mee. Er komt meer kennis over de honden, dus dat evolueert allemaal. Dus we blijven bijleren. Maar dat is inderdaad, dat is 10 jaar ervaring en dat is 10 jaar inzet. En bij mij is het eigenlijk gekomen door Antoon, door mijn partner. Ik heb hem ontmoet toen hij aan het einde van de opleiding van zijn eerste hulphond was. Dus ergens in het begin dat wij samen waren, ben ik direct mogen meegaan naar het afgeven van die hond. En ik ben direct in bad gesprongen eigenlijk. Want dat moet toch wel moeilijk zijn? Je mag die hond toch niet gewoon zomaar als een knuffeldier beschouwen? Die moet toch wel regels leren? Ja, er zijn een aantal dingen die anders zijn dan mijn gewone gezinshond. En dat is een beetje aanpassen. Want inderdaad, ik ben zelf heel knuffelachtig met mijn honden. Maar zo'n grote golden retriever of labrador, die dan meestal aan het werk gaan als hulphond, die mogen niet op je schoot komen zitten, die mogen niet in de zetel, die mogen je niet zo constant knuffelen, want iemand in een rolstoel kan dat niet. Dat is eigenlijk waar we altijd rekening mee moeten houden. Zou het gaan, moest je in een rolstoel zitten? En als het antwoord nee is, dan doen wij dat niet, want dan maken wij die hond iets gewend dat hij later niet gaat mogen. En het is makkelijker dat een hond iets niet kent, dan dat hij iets moet missen later. Dit boek, wat ik er dan heel bijzonder aan vind, is niet jij die schrijft over die hond en over die opleiding, maar is over hoe die hond eigenlijk opgeleid wordt. En hoe kom je dan eigenlijk om dat op die manier te schrijven? Ik heb een stuk of 5 jaar een Twitter- en Instagram-account gehad voor mijn honden. Vooraleer ik aan het boek begon, en dat was ook op die account, nog altijd trouwens, altijd de hond die zelf vertelde vanuit zijn ervaring, volgens wat wij kunnen lezen natuurlijk, want er zit veel geromantiseerd tussen. Maar zowel voor Urbain als voor Igor, die dan samen Charlie vormen, als nu E.T., laat ik vanuit hun oogpunt vertellen wat het is om opgeleid te worden. En ik wil dat echt graag doen voor het boek, omdat ik ook gewoon merk dat je mensen veel beter betrekt. Mensen zijn veel meer mee in het verhaal, dat wordt persoonlijker. Die zijn helemaal ook mee in heel dat avontuur en in dat afgeven. En ik wilde dat echt in dat boek hebben, want komt het een hele ludieke manier om mensen mee te trekken. Die hond opleiden, daar komt, zoals ik al zei, daar komt heel veel bij kijken. En je verwees daar ook naar.
hoe denk je dat de buitenwereld eigenlijk dat ziet en dat ze daarin mis zijn tegenover de werkelijkheid die ze nu kunnen ontdekken in dit boek? Je bedoelt over het opleiden? Ja, over het opleiden zelf. Ah, een heel grote misconceptie waar wij mee te maken krijgen over al de jaren dat wij al hulponden aan het opleiden zijn, is och arme dat hondje moet werken. Die mag geen hond zijn, die moet altijd maar werken. En ik hoop een beetje dat het boek daar een ander inzicht in geeft, omdat het is geromantiseerd, zoals ik al zei, maar het is ook wel voor een heel groot stuk gebaseerd op wat wij weten van hondengedrag, wat wij ook gezien hebben bij onze honden. Dus het is toch wel een beetje hun beleving geïnterpreteerd. En Charlie vertelt toch wel echt in het grootste stuk van het boek dat hij vooral hond mag zijn, dat hij mag spelen, dat alles wat hij ook leert, dat het op een spelende manier wordt aangeleerd met beloning, met vooral geen straffen, vooral geen verbod. En wat we eigenlijk doen is inspelen op de natuurlijke instincten van een hond, die versterken en die belonen en daarmee werken. Dus die honden hebben nooit het gevoel dat ze aan het werken zijn, maar toch komt nog altijd van buitenaf een beetje de reactie, och arme, die moeten altijd werken. En zo'n hesje aan en altijd overal meegaan, dat kan toch niet leuk zijn. Terwijl voor onze hulphonden wil dat hesje zeggen dat ze mee mogen en voor een hond is er niks leuker dan altijd bij hun baasje te mogen zijn. Dingen oprapen voor retrievers, dat is super tof, want dat zit letterlijk in die rassen gekweekt om op te rapen. Dus alles wat wij met die honden doen is een spelletje, zij mogen mee. Er is altijd contact met ons, ook al is het op een andere manier. Die hondjes zijn gelukkig. Als ze niet gelukkig zijn en zij doen niet graag wat zij doen, dan gaan zij ook niet goed werken. En dat is toch een hele grote misvatting die ik hoop dat ik een beetje van de baan heb geveegd met het boek. Zijn het bepaalde rassen, want je noemde al twee keer ja, Labrador, Golden Retriever, zijn het bepaalde rassen die dat daar het best voor geschikt zijn om opgeleid te worden? Het hangt allemaal heel erg af van de organisatie. Ik kan alleen voor Hachiko spreken, dat is de organisatie waar wij vrijwilliger zijn. En zij kiezen ervoor om retrieverrassen te gaan gebruiken als hulphond. Dat zijn Labradors, Golden Retrievers en nu experimenteren ze ook met de Golden Doodles en de Labradoodles. Dat zijn kruisingen met poedels, omdat die minder haar verliezen. Dus die gaan dan beter bij iemand met een allergie bijvoorbeeld. Maar het zijn allemaal retrieverrassen en die naam zegt dat zijn honden die instinctief al heel graag dingen oprapen. En dat gaat toch wel echt de hoofdtaak zijn van zo'n hulphond. Dat is zaken oprapen voor mensen, dingen komen brengen en die ook willen afgeven. Ze willen werken met honden die dat instinct al een beetje mee hebben, die wij niet gaan forceren om bepaalde commando's te vragen. En het is een plus dat de retrievers er ook sympathiek uitzien, want dat helpt ook als je met die honden ergens naartoe wil. Dan gaan de mensen je minder makkelijk weigeren, gaan ze een beetje minder vijandig tegenover u staan als je hondje er tof uitziet. Nadeel is dan wel dat het een beetje moeilijker is om van de mensen te verwachten dat ze niet afleiden, want ze zien er schattig uit. Dat is ook wel. Als, de paar keren dat ik ergens al een hulphond ben tegengekomen, heb ik ook de neiging om zo eens lief te willen zijn voor die hond, maar dat doe je dan beter eigenlijk niet. Het allerliefste dat je kan doen voor een hulphond is hem gewoon negeren. Want hij wordt getraind om alleen aandacht te hebben voor zijn baasje, voor de begeleider, waarvan u de trainer is of wij als gast gezien of het uiteindelijke baasje. Hij krijgt daar ook alleen zijn beloningen. En als je zijn focus gaat wegnemen van zijn baasje door die te aaien of door die zelfs maar aan te spreken, dan zorg je eigenlijk voor stress bij die hond. Want die is dat ten eerste niet gewoon. En ten tweede, het is voor iedereen spannend, voor jij en ik ook, om door iemand die we niet kennen aangesproken te worden of geknuffeld te worden, God betert. Dus voor die hondjes is dat ook niet prettig. Het beste dat je voor die honden kan doen, is die gewoon rustig laten doen. En als je super vertederd bent en een complimentje wil geven of toch iets lief wil doen, doe dat dan naar het baasje. Zeg dat tegen hun, die gaan dat keitop vinden. Het duurt 2 jaar, zo'n opleiding. Ook dat was een verrassing voor mij. Ik dacht van, oké, ja, een beetje hondenschool, wat commandos leren. Op 6 maanden zijn we toch wel rond. Maar blijkbaar is dit dan toch veel intensiever en komt er veel meer bij kijken. Waarom is dat eigenlijk? Wat maakt eigenlijk dat er toch zo'n lange periode nodig is om een hond op het punt te krijgen om een goede assistentiehond te zijn? Er zijn verschillende factoren en ook verschillende methodes volgens organisaties weer. Bij blindengeleide centra duurt dat een beetje minder lang, die periode, is dat meestal 1 jaar. Omdat er minder commando's aan te leren zijn. Een hulphond leert tegen het eind van zijn opleiding 40-tal commando's. Dat is echt best wel wat. Als je dan bedenkt dat die commando's ook nog moeten kunnen gecombineerd worden en dat die honden serieuze prikkeltraining moeten krijgen om ook echt overal mee te kunnen, dan is die tijd ook gewoon nodig. Dus die opleiding gebeurt in fases
En we houden in elke fase rekening met de leeftijd van de hond en wat hij op dat moment aan kan. En op 2 jaar is een hond meestal, zeker die rassen, ongeveer volwassen. Hebben die niet alleen al hun commando's, maar ook de maturiteit om rustig te zijn in de uitvoering ervan, om rustig te zijn mee op verplaatsing met hun baasje. En wanneer die nog wat jonger zijn, is dat allemaal nog een beetje onstabieler. Is dat karakter nog niet helemaal gevormd? Zijn die nog wat sneller overprikkeld? Gaan die nog door hun puberteit? En bij Hachiko is de keuze gemaakt om echt die tijd te laten aan de honden. Dus zij blijven minstens 18 maanden, ja, à 2 jaar bij ons. En het kan dan zelfs nog zijn dat als de hond nog niet matuur genoeg is, dat hij nog eens 6 maanden terug gaat naar een gastgezin. Dus het tijd geven aan de hond om klaar te zijn voor zijn job, om matuur en rustig genoeg te zijn, primeert op alles. Want als zo'n hondje helemaal over zijn toeren geraakt van zijn werk, dan gaat hij dat werk niet graag doen. Dan gaan we geen gelukkige hond krijgen en dan hebben we weer geen goede hulphond. Mislukt de opleiding soms ook? Zijn er soms momenten, dan misschien niet bij jou, maar dat je wel weet bij anderen die zulke hulphonden opleiden, dat het soms gewoon niet lukt, dat er een gegeven moment komt dat je zegt van dit komt niet goed, hier moeten we stoppen? Het gebeurt bij Hachiko niet zo vaak dat een hond in het traject eruit wordt gehaald. Dat proberen zij anders op te lossen door dan voor een hele waaier aan jobuitkomsten te zorgen. Dus we hebben het hoogste doel, zeg maar, is een hulphond aan een rolstoel. Maar je hebt dan de autismehonden, de epilepsiehonden, de instellingshonden, slachtofferhulphonden zelfs, een hele waaier volgens wat ze fysiek en mentaal aankunnen. Dus een hondje dat bijvoorbeeld geen goede heupen heeft op zijn controle, zal kunnen geplaatst worden in een minder intensieve job als hij dat graag doet. Dat is hoe Hachiko het oplost. Maar het gebeurt. Er is nog altijd door de band genomen bij alle organisaties in België 40% uitval. Dus dat is bijna de helft van alle hulphonden die starten aan de opleiding, die er eigenlijk niet doorkomen, die niet geplaatst worden, maar dan in een gezin als gezelschapshond worden geplaatst. En wij hebben nu het grote geluk dat wij een pupje hebben van een organisatie die daar iets probeert aan te doen. Die organisatie heet Purpose Dogs en zij fokken labradors, dat is eigenlijk bij dierenartsen, op de kenmerken van een ideale assistentiehond. Dus de fysieke kenmerken die zo'n hondje moet hebben, stevige heupen, goede gewrichten om een hele dag mee te kunnen wandelen aan een rolstoel, maar ook de mentale capaciteiten, graag willen werken, stoer zijn om overal mee te gaan, rustig zijn enzovoort. Daar wordt echt op gefokt. Die honden worden uitgedeeld aan alle organisaties die assistentiehonden opleiden in België. En het doel is om die uitval daar eigenlijk op termijn uit te krijgen, zodat alle hondjes die starten ook geplaatst kunnen worden. Maar dat is een proces, daar zijn we nog niet. Sommige centra kiezen ervoor om redelijk snel een hond uit de opleiding te halen en in een gezin te plaatsen, omdat daar zware kosten aan gekoppeld zijn. En als zo'n hondje dan uiteindelijk niet doorgeplaatst kan worden, die VZW's die verdienen niet zoveel geld, dus dan verliezen die wel hun centen. Hachiko bekijkt het anders en probeert dan de hond te hervormen naar een andere job, die dan beter bij de hond past. Zij doet zo. Waarom heb je eigenlijk dit boek geschreven? Wat wil je ermee bereiken? Een aantal dingen. Voornamelijk voor mij, als ik zo eerlijk mag zijn, toch wel een stuk verwerking. Ik ben aan het boek beginnen denken toen ik mijn eerste hulphond, die ik zelf heb opgeleid, heb doorgegeven. Dat was Urbain. En ik zat dan met dat idee te spelen, omdat dat was de eerste keer dat ik een hond had opgeleid. Die band is heel intens en ik wou dat ergens kwijt. Ik heb ook altijd een boek willen schrijven en ik dacht, ideaal. En dan, eens het concreter werd, zijn er toch wel een aantal dingen die ik voor ogen had. Ten eerste, bewustwording voor hulphonden. Heel veel mensen kennen een blinde geleidehond. Ik krijg ook die reactie als ze mijn hulphond zien. Ah, dat is voor blinden zeker. Maar een hulphond voor mensen met een motorische beperking is veel minder bekend nog. Daar wou ik iets aan doen met het boek. Ten tweede wil ik graag een beetje begrip en respect creëren voor hulphonden. Er ook voor zorgen dat als ik met IT bijvoorbeeld ergens naartoe ga, dat ik veel gemakkelijker binnengelaten word, dat mensen veel gemakkelijker mijn hondje gerust laten en mij gewoon laten werken, omdat ze het boek gelezen hebben en weten hoe belangrijk dat is. En een derde doel die ik voor ogen had, is toch wel echt proberen mensen te motiveren om gastgezin te worden. Want alle organisaties hebben een heel groot tekort aan gastgezinnen. En het is niet betaald. Het is betaald in liefde, maar het is de allermooiste job die er is. Dus als ik met het boek mensen kan motiveren om toch
zich over die schrik voor dat doorgeven te zetten en eraan te starten, dan ben ik helemaal blij. Je zei net een paar dingen die al bij mij... Ja, dat ik zeg, wauw, wacht even. Daar had ik nog zelf niet aan gedacht, dus ik vind het heel interessant. Onder andere, je zegt, ja, hopen dat ik vlotter ergens binnen mag met de hond en dergelijke. Is dat vandaag nog altijd een probleem? Zijn er veel plaatsen waar men zegt van, oh, jij komt hier niet binnen met die hond? Het gaat al veel beter dan toen ik er zelf mee gestart ben, 10 jaar geleden. 10 jaar geleden werden we 6 à 7 keer op de 10 geweigerd. En de andere keren ging het vanzelf. En uiteindelijk wordt je altijd binnengelaten, want er is een recht op toegang. Dus wij mogen de politie bellen als het echt heel erg wordt. Wij doen dat niet gemakkelijk, omdat wij toch proberen in dialoog te gaan en het gezicht zijn van de organisatie. Maar we kunnen dat wel. Dat is niet leuk. Nu met IT walt ik in 7 à 8 op 10 van de gevallen binnen. En in de andere gevallen wordt mij eens gevraagd van, oh zeg, wat doet die een hond hier? In plaats van gewoon echt kortaf te weigeren. Dus het gaat echt veel beter, maar het gebeurt helaas nog. En wij zijn mondig, wij hebben de energie en ook wel de spieren om ons te verdedigen, om in dialoog te gaan. Maar als die hond geplaatst is bij iemand en die zou bijvoorbeeld een bepaalde spierzwakte hebben of een vermoeidheid, die personen kunnen niet altijd in een heel heftige discussie gaan om binnen te mogen. Dus is het een beetje aan ons als gast gezien. En de hoop is toch ook vooral het voor mezelf makkelijker maken, die kan mij verdedigen. Ik heb ook snel naar Hachiko gebeld, ik heb naar de politie gebeld, ik ben heel mondig. Maar het is vooral voor de baasjes dat ik het wil makkelijker maken om met hun handjes binnen te gaan, nog makkelijker. Je had het ook over het schrijven als therapie voor de verwerking en onmiddellijk kwam er bij mij erkenning op. Ik ben ook een enorme hondenliefhebber en ik weet wat het is om afscheid te moeten nemen van een dier dat ergens toch ook je beste vriend is. En sommige mensen zullen dan zeggen van, ja, maar je moet daar toch niet zo emotioneel op reageren. Ja, als je die liefde hebt, dan is er dat. Hoe zwaar is het dan op het moment dat jij... Ja, die pup die dat dan volwassen geworden is, moet afgeven. En ja, je hebt hem dan wel klaargestoomd, maar je ziet dat dier toch graag op dat moment. Dus hoe hard bloedt je hart dan? Dit is de meest gestelde vraag die ik krijg over gastgezin zijn en over hulphonden. En ik lieg er nooit om, dat is echt verschrikkelijk. Elke keer opnieuw. En ik ga zelfs meer zeggen, het moment dat dat niet meer verschrikkelijk is en dat je niks meer doet, dan stop je beter als gastgezin. Want dan, in mijn ogen, heb je beestje dan niet graag genoeg gezien. Dat doet superveel pijn. Maar na ongeveer een maand krijg je wel een idee waarvoor je het gedaan hebt. Dus er is een maand waar je hondje niet meer mag zien. Waar je wel nog updates krijgt van de organisatie. Dus zij begeleiden hun gastgezinnen enorm goed. Zij beseffen ook hoe zwaar dat is voor ons. Dat is echt van enorme waarde. Dat vind ik belangrijk om te zeggen. Dat verdriet is daarom niet minder, maar je wordt wel gesteund. Je krijgt nieuws van je hondje en eens het geplaatst is, word je in contact gebracht met het definitieve baasje op een proclamatie. Je kan contactgegevens uitwisselen. En wat er bij ons al 4 keer gebeurd is, is dat wij vrienden geworden zijn. Dus mijn hondjes, ik zie die nog. Die wonen gewoon niet meer bij mij, maar die zitten nog in mijn hart. Ik zie die nog. Ik zie die nog op ontmoetingen op Hachiko. Wij spreken samen af. Wij sturen WhatsApp-berichtjes heen en weer. Ik van de nieuwe puppy, zij van mijn vroeger pleeghondje. Dus dat is geen... Het is niet dat je honden nooit meer ziet. Dat is geen definitief afscheid. Dat is even breken, zodat zij een band kunnen opbouwen met iemand nieuw. En dan krijg je er eigenlijk gewoon een vriend bij. Die jou super dankbaar is voor wat je voor hen gedaan hebt. Ook nog, dus dat zijn hele hechte vriendschappen. Je boek is... Oh, er zijn zoveel adjectieven die ik er zou willen bijplaatsen, maar ja, diegene die het meeste bij mij opkomen is warm en teder. Ja, als ik er 2 moet kiezen, ik heb er zitten over na te denken, dan kies ik warm en teder. Ben ik dan alleen als ik die reactie geef, of is dat een reactie die je nog krijgt? Ik krijg teder, ik krijg liefdevol, ik krijg ontroerend. Ik krijg ook vaak grappig, wat ik super vind, want dat was een beetje de opzet ook. Het mocht niet een hele emotionele rollercoaster worden. Het mocht ook wat grappig zijn. Ik krijg ook heel erg vaak de opmerking dat het een ongelooflijke reality check is. En dat mensen zelfs door het boek zelfs zijn beginnen nadenken over dingen waar zij op stoten met hun eigen gezinshond of met hun eigen hulphond.
Dus het zit in die range, maar ik vind het vooral ook leuk dat ik grappig en dan die reactie krijg van amai, dat is zo echt. Dat is zo oprecht en echt en eigenlijk een reality check voor ons als wij dat lezen. Ik denk inderdaad dat we kunnen zeggen van ja, het is inderdaad echt grappig, zeker ook wel. Dus het is wel een echte aanrader. Ik denk, Kim, dat al diegenen die nu deze podcast beluisteren en het boek nog niet gelezen hebben, ja, arme hen, want ja, ze moeten het gewoon doen. Hè, van, het is echt een fantastisch boek. Alleszins bedankt dat je even de tijd hebt genomen om hier aanwezig te zijn in onze podcast. Bedankt dat je dit boek ook geschreven hebt, dat we er allemaal kunnen van genieten. En ik hoop dat wie het boek nog niet gelezen heeft, dat hij het zeker gaat doen. En dat hij er ook warme, tedere gevoelens aan heeft en regelmatig toch ook wel eens lacht met de grappigheid die erin zit. Kim, dank je wel. Graag tot de volgende keer. Dat is heel graag gedaan. Dag. En uw beste luisteraar ook heel graag tot de volgende keer. Dag.